Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Naswerkt. Stijn van Gassel, welkom bij NEC. Hoe voelt het? Ja, warm. Goed gevoel. De deuren staan hier open overal, dus dat zegt denk ik al genoeg over de club. Nou, kan jij je voorstellen, wie is Stijn van Gassel? Stijn van Gassel, 27 jaar, nou, keeper, positie. Afgelopen seizoen bij Excelsior gespeeld, daarvoor bij Helmond Sport. Ja, en dit seizoen mooi bij NEC Nijmegen. Ja, je bent afgelopen seizoen bij Excelsior gedegradeerd. Wat doet dat met een sportman? Pijn. Je leeft toch al jaren voor je club en dan wil je toch het hoogst haalbare halen. En dat is met pieken en dalen. Uiteindelijk is dat gegaan. Alleen, het zijn wel de feiten en daar moet je mee leren leven, mee dealen. Alleen, ja, dat is niet makkelijk. Ja, je bent daaruit je contract gelopen. Was jij meteen vastberaden, ik wil in de Eredivisie blijven? Ja, zeker. Je gaat toch, je zit 3 jaar bij Excelsior. Eerste jaar promoveer je gelijk. Dat Eredivisie jaar daarna, dat was voor mij persoonlijk was een goed jaar. En dan ga je toch een gevoel krijgen bij het niveau Eredivisie. Dat bespreek je met je naaste, dat bespreek je met je zaakwaarnemer. Dus ook na afgelopen seizoen heb je wel het gevoel dat je in de Eredivisie dat niveau kan aantikken, ja. En wanneer kwam NEC dan op de lijn? Half jaar geleden, toen was er een kleine, werd er een keer gesproken. Nick Kersen ken ik van de Excelsior tijd, dus daar is contact mee geweest. Toen gebeurde er hier in de keeperscirkel gebeurde er hier ook natuurlijk iets. Dus toen eigenlijk hebben ze snel doorgeschakeld en de gesprekken zijn toen eigenlijk snel gepland. Ja, nou, een half jaar geleden kwam NEC dus al op de lijn. Ga je zo'n ploeg dan intensiever volgen? Altijd eigenlijk wel al. Dus ja, het komt hier waar ik geboren ben, komt NEC wel in de buurt. Het is niet zo heel ver. Ik heb in Nijmegen gestudeerd. Dus ja, dan ben je toch wel begaander met deze club. Dus ik ben het altijd wel gaan volgen. Als er een keer gesproken wordt, dan ga je altijd even een keer googlen en toch even weer alles even vers in het geheugen krijgen. Dus dat. Nou, je hebt ook nog vrij recent tegen NEC gespeeld, hè, in een van de laatste speelrondes. Wat vond je van de ploeg dit jaar? Ja, spreekt wel voor zich, ja. Het was wel vergeleken met de eerste wedstrijd die wij hier speelden natuurlijk. En vergeleken met die wedstrijd was gewoon echt een wereld van verschil. Veel kwaliteit, veel power, energie wat er in de ploeg zat. Dus ja, het straalt gewoon als eenheid uit. En dat hoorde ik ook echt in de gesprekken terug. Als je hier een rondje door de club loopt, dan heb ik ook een aantal spelers al gezien. Dus dan heb je even een gesprek. En eigenlijk gelijk daar kwam al uit van ja, goede groep samen, eenheid. Dus ja, dan zit je gevoel toch goed. Ja, wat kan jij dan met jouw kwaliteiten hier gaan toevoegen? Ja, ik ik ben denk ik een betrouwbare doelman, zoals ik het natuurlijk zie. Alleen, dat moet je natuurlijk wel weer laten zien. Ik heb wel wat ervaring in het voetbal. Toch veel wedstrijden op mijn naam staan. In de keukenkampioendivisie, maar ook in de Eredivisie. Weer 2 seizoenen heb ik volgespeeld. Dus ik neem wel wat ervaring mee en ik probeer daar gewoon op een rustige, maar wel op een stabiele manier weer een lijn omhoog te zetten. En mezelf daar weer in te ontwikkelen en het team te steunen en te helpen waar kan. Je hebt als eerste het nieuwe NEC keepers tenue aangehad. Hoe voelde het? Hoe vond je het? Ja, het zat gelijk goed. Dus voelt goed. En ja, het hoort gewoon bij de club, hoe het eruit ziet, hoe het gestaald is. Dus ik ben er zeker tevreden mee, ja. Heb jij tot slot nog een boodschap aan de fans? Nou ja, ik heb net mijn eerste shirt aangehad, heb ik ondertekend. Dus ga naar de website en daar kan je winnen.